Curaçao is vandaag naar de stembus gegaan. Er kon gekozen worden uit 15 partijen, waarvan de helft dit jaar voor het eerst meedoen. Een van die nieuwe partijen is Fichon. Partijleider Maals Messera bracht vandaag voor het eerst onder grote belangstelling zijn stem uit. Daar de eerste keer ook om op mezelf te stemmen. Dat was al een hele ervaring. En vorige keer bij de voorverkiezingen was het ook al een hele ervaring. Het was spannend. Het was ook best wel emotioneel. En vandaag uiteraard weer hetzelfde gevoel. Maar ook juist het gevoel van inspiratie voor vernieuwing. Het land Curaçao staat nu klaar. We moeten een beslissing nemen voor nieuwe leiderschap. Het is tijd ook voor nieuwe leiderschap. En ik ben ervan bewust dat Curaçao juist klaar is voor vernieuwing, creativiteit, en maar ook eigenlijk een beetje van gewoon dingen doen. En we moeten juist nu een goede stap maken naar de toekomst. Fichon staat voor groene energie, Fichon staat voor beter onderwijs, Fichon staat juist om te gaan investeren in de dingen die juist belangrijk zijn. En dat geeft me al een goed gevoel dat we op de juiste pad lopen en hopelijk vandaag ook dat de bevolking ook bewust is en eigenlijk een stapje terugnemen en zeggen, weet je wat, ik ga toch voor iets anders, en dat betekent ook Fichon. Een zeer bijzondere ervaring. Mooie ervaring, met veel harde werk, maar ik ben blij, we hebben toch in een korte tijd echt veel kunnen doen voor zowel onderwijs als cultuur, sport. Er is veel te doen, maar ik ben verzekerd dat het goed gaat komen vandaag met de verkiezingen en dat we weer 4 jaar verder kunnen regeren en nog veel meer als onderwijskwaliteit verbeteren, sport ook. Dus ik heb er vertrouwen in, ja. Zeker weten. Want als de PAR de grootste partij wordt vandaag, ja. Zou jij dan weer de positie van minister van Onderwijs gaan innemen? Ja. Dat wil ik zeker wel. Ik heb het maar goed te pakken. Ik heb er zin in. We zijn goed begonnen en ik wil graag hetgene waarmee we begonnen zijn, om dat door te zetten. De lijn door te trekken, dus graag wil ik hiermee doorgaan, ja. Ja, Richie, die idee voor jou. Ja. Nee, prima, voldaan. Ik heb mijn werk gedaan gedurende 9 maanden en 1 week om exact te zijn. Op 12 juni 2020 is Comoon officieel begonnen met eigenlijk dit project. En vandaag exact ook na 9 maanden en 1 week, 19 maart 2020, is het voldaan. Nu zit het gewoon aan het volk om te bepalen of het volk daarmee akkoord gaat, ja of nee. Nou ja, uiteraard. Kijk, voor ons wat betreft wat wij gedaan hebben aan bewustwording, aan informatie, toelichting, zeker qua inhoud, de inhoud die wij voorgelegd hadden aan het volk, denk ik dat wij gewoon met veel voldoening terug kunnen kijken naar wat wij gewoon gedaan hebben. Uiteraard, we zijn een nieuwe partij. Dus ik ben zelf benieuwd hoe het volk daarop vanavond zal reageren. En dat zullen wij gewoon na de telling weten. Ja, goed zo. Ik wens je heel veel succes. Bedankt. Hartelijk dank. Ja, absoluut.